gezond in mijn streek. Dit is natuurlijk de mijnstreek, maar het is ook de streek van de kinderen. En wat wij natuurlijk als vlieger zijnde promoten is gezond gedrag. En gezond gedrag is niet iets dat vanzelf ontstaat. Er hoort gezonde voeding bij. Nou, we hebben hier elke ochtend een ontbijt voor onze kinderen, een gezond ontbijt. En wij serveren fruit een aantal keer per dag. Nou, vanuit Rode JC hebben we de ambitie om de regio gezonder te maken. Gezonder in de breedste zin van het woord. Nou, als je dan richt op jeugd, op de tijd die ze op school zijn, rondom school zijn. Er zijn eigenlijk twee thema's die heel erg van belang zijn. Dat is enerzijds voeding, maar ook juist bewegen. Nou, dat zie je achter mij volgens mij gebeuren. En ze hebben net een lekker stukje fruit op en ze zijn nu lekker vrij aan bewegen. Gewoon echt dat spelen, echt dat buiten zijn en worden getrakteerd op prachtig weer. Dus dat is hartstikke mooi dat we dat kunnen stimuleren als club. Ja, we zijn er trots op. Als je in heel Noord-Achtstallen wil inhalen, waar begin je dan? Bij de jongste jeugd. En wat is het toffe dan dat je de jongste jeugd gezonde voeding kunt gunnen en beweging kunt gunnen. En dat dan ook nog met de beste voetbalclub op aarde, zeg maar. Mooier heb je het niet. De samenwerking van het Nationaal Programma Heel Noord, waar ik verantwoordelijk voor ben, met CZ, de Rabobank, Juist en Roda. Ja, en hier letterlijk op dit schoolplein zie je dat Roda zich gecommitteerd heeft aan bewegen, aan talentontwikkeling en ook nog aan gezonde voeding. Ja, concreter kun je het volgens mij niet krijgen. En dit is wat dat betreft een hartstikke mooi begin van gezond in mijn streek. Wat ook echt de richting aangeeft van de club, van we willen daar echt een bijdrage aan leveren.